Een tijd geleden ontstond er een enorme hype op het internet over een product wat uit Amerika kwam. Want dat was nog niet in Nederland te krijgen. En dat is het nu wel, het heet Neverwet. En ik heb het besteld en we zijn binnen. En ik kan niet wachten om het uit te testen. En dat gaan we dus vandaag ook doen. Nou, de kans is heel erg groot dat je dat filmpje wel hebt gezien. Dat is een soort spray die je overal kan sprayen. En het maakt niet uit wat je erop gooit. Of het nou ketchup is, barbecue saus, water, cola, limonadesiroop. Alles glijdt er gewoon weer vanaf. Dus als je dat op je kleding doet, dan maakt het niet meer uit of je morst, want het valt gewoon op de grond. En ik was daar zo van onder de indruk. En ik kan eigenlijk niet geloven dat het zo goed werkt. Maar we hebben gewoon besloten om het te bestellen en om het voor onszelf uit te gaan testen. En dat is dus wat wij gaan doen vandaag. Het zijn twee spuitbussen en je moet allebei die sprays gebruiken. Je moet ze een laagje geven en dan zou het dus voor altijd waterafstoten moeten zijn. En niet alleen water wat ik al zeg, ook gewoon saus en alles wat vloeibaar is. Dus ik ga het nu als eerste proberen op kartonnen doos. Want ik kan niet geloven dat je een kartonnen doos waterdicht kan maken. En we moeten nou weer een kwartiertje wachten en daarna is het tijd voor de allerlaatste laag. En dat zie je zo. Ik heb nu de eerste laag van de twee spuitbussen gedaan. Ik moet daar drie lagen in totaal van doen. Met 2 minuten ertussenin. Dus dat ga ik eventjes doen en daarna gaan we meteen uittesten. Wat ik wel meteen merk is dat deze een stuk minder stinkt dan die eerste spuitbus. Wat wel fijn is, want er hing hier zo'n sterke verflucht. En ik ruik nu helemaal niks, dus dat is top. Jullie, je moet even je broek omhoog trekken. Ja. Ik heb nu 3 lagen van de Neverwet spray erop gespreid. En nu is het tijd om het uit te proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hier wat water. Dat gaan we nu in de doos gooien. En dan gaan we kijken of het nou echt alle kanten op gaat springen. Zoals in het filmpje van Neverwet zelf. Dus kijk even mee. Echt uitstekend. Zoals je ziet, wordt de doos niet nat. Ontstaan geen donkere plekken van het vocht. En het blijft gewoon zitten. Het is niks, we hebben niks anders gedaan. Het springt alle kanten op. Het heeft me nog veel nieuwsgieriger gemaakt dan dat ik al was. Dus we gaan het even op mijn shirt proberen. We gaan het ook op mijn schoenen doen. Ik ben echt super benieuwd of het dan ook nog werkt. Eerst gaan we even mijn schoen proberen. Die heb ik net geïmpregneerd. En we gaan er nu water overheen gooien om te kijken of het werkt. En dat werkt dus ook. Een beetje moeizaam, maar het glijdt er wel van af. Hoppatee. Het is tijd om het te proberen op mijn t-shirt. Die is ook geïmpregneerd. Veiligheid voor alles. En dan heb ik hier mijn assistent die water op mijn shirt gaat gooien. Als het goed is. Op schoenen werkt het echt perfect. In een kartonnen doos werkt het echt perfect. Maar zoals ik kan zien op mijn shirt, helaas werkt het niet zo goed. Oké, de eindconclusie van Neverwet. Naar mijn mening is het echt een topproduct. We hebben het op mijn schoenen geprobeerd, dat ging hartstikke goed. We hebben het in een kartonnen doos geprobeerd, dat ging hartstikke goed. Buiten de camera om, we hebben het ook nog in een pand geprobeerd op mijn jas. En dat werkt echt hartstikke goed. Het stoot het water meteen af, het sprong er vanaf bijna. Later hebben we het ook nog op mijn t-shirt geprobeerd. Helaas werkte dat niet. Nou moet ik ook eerlijk zeggen dat er op die spuitbussen niet staat dat dit voor kleding is. Wel voor canvas, dus veel jassen en zo die kunnen dit wel hebben. Maar niet katoenen kleding. Hoe dan ook is het wel echt een product die ik ga gebruiken voor mijn schoenen. Want dat werkt wel hartstikke goed. En ik raad het ook zeker aan voor degenen die al snel vieze schoenen hebben om dit product zeker aan te schaffen. We zetten een linkje in de beschrijving naar waar je dit product kan kopen. En test het dan ook zeker zelf uit. Vond jij deze video nou handig? Abonneer dan eventjes. Volg ons ook op Instagram en op Snapchat. En laat ons weten of jij hier wat aan hebt gehad in deze review. Ik ga even een schoon shirt doen en dan zie ik jullie de volgende keer bij Handig. Dat is handig.